In de zeefput is groep 6 van basisschool De Spiegel druk bezig met zeven. Wist een van jullie al hiervoor dat jullie gingen graven al iets over archeologie? Ja, van de juffrouw hebben we geschiedenisles gehad. Hey, ik herken jou van de musical Wortels. Jij was archeoloog, toch? Ja. En jij weet natuurlijk ook al veel van archeologie, dus heb je eigenlijk al wat gevonden? Nee, nog niet. En wat hoop je hier te vinden? Een trechterbeker. We hebben weer wat! Ik heb gehoord dat jullie wat hebben gevonden. Laat eens zien. Ja, zes dingen. Deze. Weet je hoe oud deze is? Deze is 800 jaar oud. Hoe kun je dat zien? Dit wat? Hoe kun je dat nou zien? Daar heb ik voor geleerd, hè. Goh, wat een leuk idee om met jouw klas hier te gaan graven. Het was eigenlijk een spontane actie, want we gaan de komende weken werken over pronkstukken. En toen dacht ik, ik schrijf ons gewoon in met onze klas. En toen mochten we nog komen ook nog. Dus eigenlijk, ja, hartstikke leuk. En heeft u al wat gevonden? Nee, ik heb nog niks gevonden. Op een heel klein steentje na, maar voor de rest niet. Ik ben ook net pas begonnen met graven. En wat is het bijzonderste dat jullie klas tot nu toe nog heeft gevonden? Nou, een van de kinderen, Senna, die was hier nog net geen 10 seconden aan het schaven. En toen had hij al een heel mooi scherfje gevonden. En dat vond ik wel heel bijzonder, want het is wel een mooie stimulant voor iedereen. Er is dus wat te vinden. Ik hoorde dat er ergens in oktober alle groepen 7 en 8 van de gemeente Dalfsen hier mogen graven. Zeg, hoe zit dat eigenlijk? Ja, dat klopt. We gaan in oktober weer verder met een nieuw project. Er komen alle groepen 7 en 8, wat je al zei, van alle basisscholen in de gemeente Dalfsen langs. En dan mogen de kinderen daadwerkelijk mee gaan graven met ons. En wat moet je eigenlijk aan als je gaat opgraven? Nou, we gaan opgraven van 9 tot en met 20 oktober. De zomer is dan voorbij, dus dan heb je kans dat het wat nat wordt, dat het gaat regenen. Dus ik zou aanbevelen dat ze in ieder geval laarzen aantrekken of stevige schoenen. Misschien een regenpakje is ook niet onverstandig. Maar trek in ieder geval kleren aan die vies mogen worden. Wat? Concurrentie? Goh. Ik wist niet dat Vivian Slingerland hier ook ging vloggen. Hey Vivian, hoe gaat het met jouw vlog? Nou, mijn vlog? Ik heb gewoon een hele grote ploeg bij me. Ik draai gewoon voor koffietijd. En jij dan, Lilian? Nou, ik ben hier aan het vloggen voor de gemeente Dalfsen. Het is nu 5:00. Alle vrijwilligers zijn al uit de put en naar huis. Maar hier achter mij staat nog een groepje mensen dat rechtstreeks uit het gemeentehuis is gekomen. Mensen van de gemeenteraad, het managementteam en ik heb zelfs een wethouder gezien. En zij gaan nu zelf graven. Meneer Hans, wat doet u eigenlijk bij de gemeente voor normaal werk? Ik ben gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. En wilt u eigenlijk ook wel archeoloog worden? Ja, dan had ik al heel lang geleden een heel andere keuze moeten maken. Dan had ik daar ook voor moeten studeren. Hè? Want archeoloog doe je niet door zomaar volgens mij ergens een schop in de grond te zetten en een beetje te oefenen. Zeg Evelien, ja. Jij bent toch van communicatie. Heb jij dit hele project eigenlijk wel verzonnen? Nee, ik heb het niet verzonnen. ADC die heeft het verzonnen. En toen dacht ik met een collega, jeetje wat leuk, dat gaan we doen. Zeg Carolien, jij maakt toch al foto's vanaf het begin? Ja, dat klopt. In 2012, toen gingen ze al proefsleuven hier graven om te kijken of hier wat zou zitten. Toen heb ik al foto's gemaakt. En in 2015, toen gingen ze dus echte sleuven graven. En toen mocht ik van de gemeente Dalfsen weer foto's maken. Zeg Carolien, ik durf het bijna niet te vragen, maar zullen we even een fotoshootje doen? En hoeveel fotoboeken heb je nu al samengesteld? Nou, ik heb vanaf 2012 tot nu heb ik 4 fotoalbums. En die gaan dus over eigenlijk een beetje verschillende onderwerpen. En over welk onderwerp gaat het 5e fotoboek? Het 5e fotoboek gaat over schatgravers en pottenkijkers in 2017. Niels is nu zijn allerlaatste rondleiding aan het geven, want na 4 weken graven is het voorbij. Nou, nog niet helemaal, want alle kinderen van de groepen 7 en 8 van Dalfsen mogen nog graven. Maar ik ga nu snel naar de tent, want ik denk dat het heel hard gaat regenen. Woe, net op tijd. Zeg Henk, er is 4 weken gegraven, maar wat is er eigenlijk allemaal gebeurd?
ontzettend veel de afgelopen 4 weken. Er zijn honderden mensen die ons geholpen hebben. Er zijn heel veel mensen die ons op televisie hebben gezien. Er zijn ook heel veel mensen die jou hebben gezien. Met alle mooie verhalen die je verteld hebt. En we hebben heel veel prachtige dingen gevonden. We hebben kleine gebouwtjes gevonden. We hebben een akkertje gevonden, daar wisten we nog niks van. We hebben een paar graven gevonden. Heel veel vuursteentjes. Zoveel dat we nu het verhaal nog mooier kunnen maken dan dat het al was. Dit was Lilian. Tot de volgende Fondsenvlog. Het duurt wel even, maar in oktober ben ik er weer.